Hallo, ik ben Eileen, de avatar van WADA. Ik ga jullie begeleiden doorheen de montage-instructies van de ultrasone-afstandmeter. Haal alle onderdelen uit de verpakking en controleer of je alles hebt. Een LCD-shield en toetsenbord. Een Atmega 328 Uno Development Board. Een ultrasone-afstandssensor. Een DC-plug met batterijclip. Een 40-polige draadbrug mannelijk naar vrouwelijk. Een 40-polige draadbrug vrouwelijk naar vrouwelijk. Een zakje met 6 boutjes en 6 moertjes. 2 WADA-doosjes. En tenslotte een template. We starten met de assemblage van de LCD-shield en toetsenbord op de Atmega 328 Uno-board. Aligneer hiervoor beide borden op elkaar zoals aangegeven in de video. Neem vervolgens een 40-polige draadbrug en maak 4 draden los. Herhaal deze stap met de andere 40-polige draadbrug. Let er wel op dat je van beide draadbruggen dezelfde kleuren hebt. Verbind vervolgens beide draadbruggen met hun respectievelijke kleur. In de volgende stap verbinden we de draadjes met de ultrasone-afstandssensor. Let erop dat je de correcte pinnen gebruikt en let op de kleurenvolgorde. De andere kant verbinden we met de LCD-shield zoals aangegeven in de video. Let hier ook goed op de kleurenvolgorde. Doe hetzelfde aan de andere zijde. In de verpakking vind je ter verduidelijking ook het aansluitschema terug. Ten slotte verbinden we de DC-plug met de batterijclip aan de Atmega 328 Uno Development Board. Nu kan je de afstandmeter testen. Sluit hiervoor een 9 volt batterij aan. De LCD-display zal hierbij oplichten. Druk op de Select-knop om verder te gaan naar de afstandmeter. Hou je hand een vijftal centimeter boven de ultrasone-afstandssensor. Op het LCD-display verschijnt nu de gemeten afstand. Wil je graag de afstandmeter inbouwen aan de hand van de meegeleverde kartonnen WADA-doosjes? Maak dan gebruik van de template. Snij hiervoor voorzichtig de stukjes uit de template. Neem een van de WADA-doosjes en leg er de template op. Teken de cirkels over met een potlood en duid ook de kruisjes aan met de punt van de potlood. Snij vervolgens voorzichtig de vorm uit het karton. De gaatjes voor de vijsjes kan je gemakkelijk doorprikken met een kleine kruisschroevendraaier. Doe nadien hetzelfde met de andere template en WADA-doosje. Ten slotte dienen we nog een opening te maken voor de draden. Neem hiervoor een grote kruisschroevendraaier en maak in beide WADA-doosjes een gaatje zoals aangegeven in de video. Nu kunnen we het geheel inbouwen. Maak hiervoor even de batterij en de draadbruggen los. Begin met de sensorkant. Haal de draadjes doorheen de doos.
bevestig de sensor door middel van twee boutjes en moertjes. Vervolgens kunnen we de LCD-module in het andere WADA-doosje inbouwen door middel van de overige boutjes en moertjes. Haal hiervoor opnieuw eerst de draadjes doorheen de doos. In deze laatste stap verbinden we beide doosjes terug met elkaar en sluiten we de batterij aan. Je kan de batterij eveneens in het doosje wegsteken. Je bent nu klaar met het inbouwen van je afstandmeter. Door middel van de Select-knop ga je door de verschillende functies van de meter. De meter kan afstanden meten tot maximaal 4 meter. Met de waterniveau-functie kan je de inhoud meten van een cilinder zoals een ton, vaas of regenwaterput. Meet hiervoor eerst de hoogte en de breedte van je cilinder. Vervolgens geef je deze waarde in door middel van de Up- en Down-knop. Plaats vervolgens de sensor bovenop de cilinder gevuld met water. Je kan nu de inhoud in liters aflezen van het display. Bedankt voor het volgen van deze WADA-montage-handleiding.